het onderzoek gaat over sancties. Je kan bijvoorbeeld denken aan gevangenisstraffen en aan verkeersboetes. Overheden die maken gewoon heel vaak gebruik van verschillende soorten sancties. En dat roept de vraag, op, werkt dat nou eigenlijk? Moet je bijvoorbeeld altijd een sanctie geven als mensen in de fout gaan? Of kan je beter misschien eerst een waarschuwing geven? Nou, die twee vragen hebben we onderzocht bij UWV. Door samen te werken met UWV, of eigenlijk het onderzoek daar te doen bij UWV, hebben we 50.000 mensen kunnen volgen voor dit onderzoek. En dat is een best grote groep mensen. En die hebben we 1 jaar gevolgd. Ze hebben gekeken wat is er met die mensen gebeurd. 1 jaar nadat ze of een waarschuwing of een sanctie hadden gekregen van UWV. Sancties, de effecten daarvan vallen eigenlijk best wel tegen, althans de corrigerende effecten daarvan. Het is wel zo dat mensen die een sanctie hebben gekregen, dat ze zich beter aan de regels hielden daarna. Maar we vonden niet dat ze echt aanmerkelijk vaker gingen solliciteren of harder op zoek gingen naar een nieuwe baan. En ja, voor mensen die een waarschuwing hadden gekregen, vonden we dat juist wel. Dus ze gingen wel harder op zoek naar een nieuwe baan. Wat wij denk ik heel mooi zouden vinden, zoals het onderzoek of de resultaten daarvan, overheidsinstanties aanzet om nog een keer goed te reflecteren op de manier waarop zij sancties en waarschuwingen inzetten. Dus we roepen niet, het moet allemaal afgeschaft worden, maar we vinden wel dat onze bevindingen aanleiding bieden om daar nog een keer goed naar te kijken, op welke manier dat dan precies gebeurt. Uit de samenleving heb je best wel een sterke roep om mensen die zich niet aan de regels te houden te straffen. Aan de andere kant heb je ook wel de bevindingen, zoals die van ons, dat straffen, ja, dat het eigenlijk niet altijd zin heeft. En die twee dingen zijn in conflict met elkaar, zou je kunnen zeggen. Dus het is wel iets wat ook nu relevant is. Ja.